creatief, flexibel, goed in samenwerken. Niet iemand met een 9-tot-5 mentaliteit. Iemand die van aanpakken weet. Iemand die graag wil zorgen dat alles perfect loopt. Dan is de opleiding medewerker evenementorganisatie iets voor jou. De opleiding medewerker evenementenorganisatie volg je op de School voor Kunst, Cultuur en Media van ROC Tilburg. 3 jaar lang volg je lessen, werk je mee aan projecten en loop je stages om uiteindelijk je niveau 4 diploma te halen. Om te kunnen beginnen aan de opleiding heb je minimaal een VMBO diploma van de kadergerichte leerweg nodig. Elk diploma van een hoger niveau is natuurlijk ook goed. De school ligt in het onderwijsgebied Stappengoor in Tilburg. In het theater met foyer van de school zul je regelmatig projecten uitvoeren. Tijdens deze projecten werk je veel samen met studenten van de opleidingen Artiest en Sound & Vision. Naast de theaterzaal en de klaslokalen die je in elke school hebt, zijn er ook een aantal kleinere lokalen die je als kantoor of vergaderruimte voor projecten kunt gebruiken. Als je je diploma behaald hebt, kun je gaan werken in de evenementenbranche of doorstuderen op een hbo-opleiding. Iets gaan doen, iets gaan organiseren, het groter aanpakken in plaats van de kleine dingetjes. Mijn eerste indruk toen ik hier kwam was ook echt van wauw, ik ga heel veel leren hier, ik ga heel veel doen. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat het een hele afwisselende opleiding is. Je kunt er heel veel mee doen. De eerste indruk op deze school is dat een heel diverse school is. Iedereen is vrolijk, iedereen heeft zin om naar school te gaan. Het grote verschil is met ROC en VMBO is dat je veel volwassener wordt behandeld dan op VMBO. De opleiding Medewerker Evenementenorganisatie is een voltijdopleiding. Dit betekent dat je 5 dagen in de week les hebt. Naast Nederlands en Engels krijg je Spaans en volg je vakgerichte lessen zoals marketing, podiumtechniek, evenementenorganisatie, visie en beleid, EHBO en promotie en PR. Daarnaast werk je veel in groepen aan projecten. Dan organiseer je bijvoorbeeld een toneelvoorstelling of een personeelsfeest. Maak je een cultuurkrant voor de school en bekijk je de organisatie van grote festivals. Hoi, Mark van Doorn. Ik heb het vak evenementenorganisatie hier op ROC Tilburg. En nou ja, bij de opleiding evenementmedewerker is natuurlijk evenementenorganisatie het belangrijkste vak, denken wij. Dus ik probeer alle losse onderdelen bij elkaar te brengen om jullie zo goed mogelijk voor te gaan bereiden op straks je vak. Om een evenement te gaan organiseren, dus je op te stellen als de duizendpoot die productieleider heet. Me llamo John, soy profesor de español aquí en ROC Tilburgo. Hallo, mijn naam is John, ik ben docent Spaans hier bij het ROC. En Spaans is een van de vakken die jullie gaan krijgen. Waarom krijgen we nou Spaans? In het artiestenwereldje komt steeds vaker voor dat naast het Engels ook het Spaans erg belangrijk is. Naast de lessen die wij krijgen, ongeveer 3 uur per week, gaan we ook naar Spanje toe. In leer 2 naar Valladolid. Ligt ongeveer 200 kilometer boven Madrid. Daarin in een week zijn we woonachtig bij een gastgezin en gaan we naar school waar we elke dag les krijgen en hebben een aantal excursies. Ik zie jullie bij het vak Spaans. Bienvenido en el mundo de español. Welkom in de Spaanse taal. Studenten werken ieder jaar in groepjes samen, 7 à 8 uur per week, aan interne en externe projecten. Een voorbeeld van zo'n project is bijvoorbeeld Talent Exchange, een talentencompetitie in samenwerking met Mondiaal Productions en Plan Nederland. Hierbij organiseren studenten zelfstandig een evenement onder verantwoordelijkheid van de school en van die externe organisatie, krijgen daar feedback op en krijgen daar ook weer een bewijslast voor. Door dit soort projecten leren zij de praktijk te oefenen binnen een veilige situatie. Projecten zijn daarom uitermate geschikt om alles te oefenen, te werken aan je leerdoelen en bovendien zijn ze erg leuk. Als project heb ik een theatervoorstelling voor de artiesten van deze school geregeld. Van de kaartverkoop tot de catering moesten we regelen en van het samenwerken heb ik heel veel geleerd. Dit jaar als project heb ik kerstschalen gedaan. Hierbij heb ik leren omgaan met geld en met promotie maken. De avond was een zeer slank avond voor. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opdoen van praktijkervaring. Dit doe je tijdens je stage. In alle 3 jaren loop je stage. Tijdens je stage werk je aan verschillende beroepscompetenties,
zoals het maken van een draaiboek, het organiseren van een klein evenement en het promoten hiervan. Elke stage wordt de competenties uitgebreid, zodat je na het behalen van je diploma klaar bent om te gaan werken. Je kunt onder andere stage gaan lopen bij een evenementenbureau, een poppodium, een boekingsbureau, een theater of een festival. Welkom op het kantoor van Stichting Alpha. Dat is de organisatie die elk jaar hier in Tilburg en ook een beetje omstreken het International Gypsy Festival organiseert. Dat is, zoals het woord al zegt, een festival dat zich concentreert op Gypsy cultuur. In de volksmond ook zigeuners genoemd. Als mensen hier stage komen lopen, dan ondersteunen ze. Nou, hebben ze een tweeledige taak natuurlijk. Ten eerste moeten ze dingen leren die ze vanuit school geleerd moeten krijgen, waarvoor ze opdrachten krijgen. En ten tweede, en dat sluit waarschijnlijk al aan op het eerste, ondersteunen ze de organisatie van het Gypsy Festival. Mijn naam is Kim van Berlo. Ik studeer medewerker evenementenorganisatie. In mijn tweede jaar, vorig jaar, heb ik hier bij Theater de Nieuwe Vorst stage gelopen. Mijn taken hadden te maken met het maken van promotie en communicatie. De taken waren onder andere website bijhouden, het up-to-date houden van sociale media als Hives en Twitter, en het verspreiden van promotiemateriaal als posters en flyers. Ik heb mijn eerste jaar stage gelopen bij Bureau Werk en Uitvoering in Roosendaal. Het leukste wat ik daar vond was de vliegshow die we hebben georganiseerd. Ik heb daarbij geleerd hoe het is om op kantoor te werken, op locatie te werken, hoe het is met mensen samen te werken, intern en extern. Ik heb stage gelopen bij Podium Bloos. Ik heb voorstellen georganiseerd. Wat ik heel veel geleerd heb is samenwerken. Wanneer je je diploma hebt behaald, kun je doorstuderen op een hbo-opleiding in de richting van de evenementenbranche. Zo kun je bijvoorbeeld naar de managementopleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, naar de managementopleidingen van de NATV in Breda, naar de opleiding Media Management van In Holland of naar de International Event Music and Entertainment Studies van de Fontys. Hallo, ik ben Linda van den Hout. Ik werk op het ROC Kunst, Cultuur en Media. Daar doe ik het impresariaat en dat is met name gericht op de artiesten. Maar ik werk ook hier op de Fontys. De Fontys Academy for Creative Industries. En daar heb je de opleiding International Event, Media en Entertainment Studies. En daar geef ik ook les. In het eerste jaar het vak creatief denken en concepting. Dus nieuwe concepten bedenken voor de media en entertainment branche. Nou, als je hierachter kijkt, dan zie je al wat resultaten die studenten hier hebben gedaan. Hier zijn bijvoorbeeld moodboards gemaakt van nieuwe producten die studenten hebben bedacht. En dat is één van de dingen die je hier leert. Dus als je het zou vergelijken met de opleiding op het ROC, dan is het hier iets meer dat je de bedenker bent van nieuwe ideeën, van nieuwe concepten binnen media en entertainment. En op het ROC zou je kunnen zeggen dat je meer de uitvoering doet van wat mensen hebben bedacht op het gebied van media en entertainment. Natuurlijk kun je met je diploma ook meteen aan de slag in de evenementenbranche. Bijvoorbeeld bij een evenementenbureau, een theater of een poppodium. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Kortom, de opleiding medewerker evenementenorganisatie is een niveau 4 opleiding die 3 jaar duurt. In die 3 jaar volg je een gevarieerd lesprogramma, werk je aan uitdagende projecten en loop je veel stage. Wil jij later gaan werken in de evenementenbranche? Dan is de opleiding medewerker evenementenorganisatie iets voor jou.